Zo, mijn kamer lijkt echt perfect opgeruimd, maar je weet niet wat er achter de camera ligt. Hoi, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Julia en ik ga vandaag eigenlijk laten zien hoe ik dagelijks mijn make-up doe. En een beetje bijkletsen. Ik heb een sportleding al aan. Ik ga in ieder geval vanavond dansen. Ik twijfel nog of ik daarvoor zeg maar ga sporten dan... in de sportschool avond gaan eten en dan weer gaan dansen en een shake drinken. Ik heb net mijn haar gewassen. Daarom is mijn haar nat. Midden op de dag. Ik had al gedoucht vanochtend. Sorry als het licht een beetje... Wacht, even wat meer licht. Bam. Sorry als het licht een beetje verandert. Ik ben alleen wel iets te lui om zeg maar echt mijn licht neer te zetten. Dan is het ook weer zo perfect. Ik ga gewoon even laten zien hoe ik mijn make-up doe. En ja, dat is eigenlijk niet heel erg bijzonder. Maar ik dacht, misschien is het leuk om te laten zien. Misschien is het leuk om een beetje bij te kletsen. Dat wilde ik echt vertellen. Ik wilde eigenlijk beginnen met... het viel op mijn legging. Die gebruik ik altijd eigenlijk als basis. Of nou ja, basis. Kijk, hij is zeg maar groen. Smeer je op je gezicht, wordt die donker. Of wordt die zeg maar de kleur van je gezicht. Dat is super chill, ze past zich altijd aan. Alleen... ik heb best wel snel rode vlekjes. Ik heb heel veel littekentjes omdat ik vroeger best wel last had van acne. Dus ik vind het heel fijn om dan zeg maar die groene tint te hebben. Even kijken hoor of alles goed uitgesmeerd is. Ik dacht ik ga even vertellen over wat ik nu doe, wat mijn plannen zijn. Ondertussen maak ik me lekker op. Ik heb mijn basis erop gedaan. Ik vind het moeilijk om ondertussen te vertellen wat ik gebruik. Ik gebruik nu de Maybelline Instant Anti-Age, de Eraser Eye Treatment en Concealer with Goji Berry en Hello Cruelly. Ik heb de kleur Honey. Ik moet wel denk ik, als deze op is, een nieuwe kleur doen, want deze is nu iets te donker aan het worden. Oké, even bespreken wat ik nu ga doen. Ik werkte de hele zomer bij Valhalla, zoals denk ik veel van jullie wel wisten. Daar mag ik gewoon blijven werken. Alleen het wordt natuurlijk langzamerhand herfst en winter. En een strandtent verdient dan gewoon of heeft dan gewoon minder gasten. Heel logisch. Ik denk dat de meeste horecagelegenheden wel dan zoiets hebben van... oh ja, het wordt weer even lastig want het hele terras is leeg. Eigenlijk. Dus ze zeiden tegen mij, weet je wel, je mag hier echt wel blijven werken. En we vinden het ook hartstikke leuk. Maar het is voor jezelf misschien goed om ook eventjes iets anders te gaan zoeken. Voor in de winter. Ik gebruik nu de Catrice Brow Palette. Dat is zo'n paletje. Dus ik ga nog een paar keer daar werken. En dan ga ik kijken of ik iets anders kan zoeken. Dus ik ga nog eventjes uit zijn bureau denk ik benaderen van hebben jullie misschien wat werk voor mij? Want kijk, ik vind YouTube en alles hartstikke leuk om te doen, maar ik kan er gewoon niet... ik kan ervan leven, maar ik kan niet heel gelukkig ervan worden om alleen maar dat te doen. Ik vind het heel fijn om ook een soort van normaal leven te hebben. En ik weet dat dat heel erg misschien kut klinkt, want er dromen misschien mensen van het leven wat ik heb. Maar ik denk ook alweer dat ik er nuchter in sta, weet je. Dit is niet alles. En als ik bijvoorbeeld merk hoe fijn ik het kan hebben met vrienden, dan denk ik van, weet je, dat is ook heel... Wacht even. Dat is ook heel veel waard. Ik kan gewoon niet praten als ik met mijn broer doe. Ik heb ze ook niet heel mooi gedaan ofzo. Ze zijn een beetje dik. Ik ben zelf dik. Er zijn dus best wel veel mensen die waarschijnlijk denken van hallo, heel veel mensen hadden willen doen wat jij eigenlijk doet. Maar ik ben gewoon iemand die zoiets heeft van, ik vind het gewoon heel fijn om een normaal leven ernaast te hebben. Ik keek heel lelijk toen ik dat zei. En ik denk dat je daar ook altijd de waarde van in moet blijven zien. En het is soms ook gewoon gekkenhuis. En ik denk dat je met beide benen op de grond blijft staan. Als je ook een normale baan hebt, zeg maar. En mensen hebben dan denk ik nog meer respect ook voor je. Want die zien gewoon van, hé, ze heeft eigenlijk gewoon inkomen. Maar alsnog werkt ze. En dat is ook wel wat eigenlijk gebeurt. Ik verdien wel gewoon, maar ik wil... Het is niet dat ik nu nog meer wil verdienen. Ik bedoel, het kan altijd. Ik wil nog studeren. Ik heb geld nodig. Send me money. Nee, grapje.
Maar het is ook gewoon omdat het heel fijn is. En ik miste echt heel erg die sociale contacten. En ik kan wel even heel erg eerlijk met jullie zijn. Afgelopen tussenjaar... op een gegeven moment zat ik tegen het depressieve aan. Het klinkt heel heftig, maar... het is ook helemaal geen taboe meer, maar... Het was op een gegeven moment dat ik gewoon niet meer uit mijn bed wilde komen. En dat Stefan ook zei van, joh, wat is er met je? Eerst dacht ik dat ik misschien een andere pil moest nemen. Toen heb ik dat gedaan. Werkte niet echt of zo. Toen ben ik gaan sporten. Ja, prima. Werkte ook niet per se voor hoe gelukkig ik me voelde. Ik was heel gelukkig in de liefde en zo hoor. Maar qua, ja, gewoon sociaal denk ik totaal niet. Achteraf weet ik dat nu, zeg maar. Ik gebruik nu trouwens de highlighter van Revolution. En ik heb net ook zo'n contouring palette van Revolution gebruikt. Maar ik zat op een gegeven moment een beetje tegen een depressieve aan. En toen dacht ik wel op een gegeven moment van, hey, er moet wel wat gebeuren. En daardoor wil ik totaal niet dit jaar weer hetzelfde hebben. En ik vind het een hartstikke leuk leven. Ik vind jullie ook echt super leuk. Maar het is soms gewoon even te veel, denk ik, voor mijzelf ook. Dat ik ook een normaal leven wil. En voor mij werkt het nu perfect. Ik hoef niet een van beide te laten gaan, te laten vallen. Ik kan gewoon allebei doen. En dat voelt voor nu heel fijn. En ik weet niet wat de toekomst brengt. Maar dit gaat voor mij gewoon heel goed eigenlijk. Ik doe even mijn haar los. Want anders dan gaat het heel raar opdrogen. Voor het jaar daarna dacht ik ook alvast eventjes een beetje jullie op de hoogte brengen. Ik ben niet klaar met make-up hoor, ik ben afgeleid. Ik wil eigenlijk heel graag gaan studeren in Amsterdam bij Media, Informatie en Communicatie. Dat weten volgens mij heel veel van jullie al. En Steven wil ook eigenlijk gaan studeren. Misschien dat hij nog een tussenjaar neemt om gewoon geld te verdienen. Wat natuurlijk ook een hele goeie is. Dus moeten we ook heel erg gaan sparen, dat moet sowieso. Ik heb net een spaarpotje gekocht bij de Action, eigenlijk gewoon een heel normaal potje. En daar gooi ik nu elke keer geld in. En want ik kan gewoon niet, als het op mijn ING staat, dan zie ik het. En dan denk ik, maar daar kan ik ook iets mee kopen. Dus dan is het denk ik makkelijker ook om thuis te laten. Want je hebt het niet bij je. Je kan niet geld ervan afhalen, makkelijk eruit halen. Want dan zie je dat heel erg, snap je? Het is gewoon heel, werkt een beetje psychologisch. Oh ja, ik gebruik nu de False Lashes van False Lash Wings Waterproof van L'Oreal. En die vind ik echt super fijn. Kijk, deze heeft zo'n vorm. Even of je het goed ziet. Beetje zo'n loop. En daarmee kan ik echt heel goed al mijn wimpers, zeg maar, meepakken. Voor de mensen die zich trouwens afvragen wat Stefan doet. Stefan die doet sport en bewegen op MBO. Landsteden Harderwijk. En hij zit in zijn laatste jaar. Hij loopt nu 3 keer in de week loopt die stage. En daarbij werkt hij ook waar die stage loopt. Dat is dus bij de sportschool waar ik ook dans en ook sport. Geheel toevallig hoor dat ik daar dans. Want toen werkte hij er denk ik... Toen ik daar begon met dansen werkte hij er nog niet. En toen wij kregen wel. Maar dat heeft niks met elkaar te maken. Maar gewoon heel toevallig. En even denken, hij is dus een soort van personal trainer. Hij heeft zijn fitvak gehaald, dus is hij officieel sportinstructeur. Dus hij mag ook lesgeven, mag alleen in de sportschool zijn. Dat is eigenlijk nu ook gewoon zijn werk. En hij moet nog even kijken wat hij wil voor HBO. Want hij vindt het te veel leuk. Hij kan bijvoorbeeld ook heel goed schilderen. Wat je misschien niet van hem verwacht, maar hij kan heel goed tekenen, heel goed schilderen. Hij is echt vet creatief, wat soms gewoon een beetje irritant is. Maar hij voelt echt goed aan trouwens. Ik ben wel blij dat ik het heb afgeknipt hoor. Het is weer eventjes helemaal gezond. Ik was er helemaal klaar mee op een gegeven moment. Oh ja, trouwens, de Zakynthos vlogs komen volgens mij in oktober ongeveer. Eind september, oktober ga ik ze online gooien. Oh wauw, echt een dik hoofd zo. Dit heeft te maken met het feit dat ik dat heb afgesproken met Beachmasters. Omdat er dan mensen wat meer gaan boeken. En dat is voor hen gewoon wat gunstiger dat het dan online komt. Dus wie ben ik dan om te zeggen, not gonna do that. Ik heb trouwens ook de laatste, ik heb van Revolution heb ik echt super veel producten. Deze...
deze lippenstift. Hij heet Revolution, Makeup Revolution. Oh, wacht. Hoe heet die nou? Ik weet echt niet hoe die heet. In ieder geval is de lipgloss met de lipliner erbij. En deze heette volgens mij... Aan mij heb je echt niks op dit gebied. Hij was een hele mooie kleur. Nee, dat is echt heel mooi. Alleen, ik weet niet zo goed hoe die heet en zo. Dit is eigenlijk hoe ik elke dag mijn make-up doe. Ik doe er niet zo veel bijzonders aan. Ik doe gewoon een beetje mascara op. Als ik een feestje heb, dan doe ik nog meer oogschaduw op. Als je dat wil zien, laat dat dan even weten. Hoe ik er op een feestje bij een optreden uitziet. Maar ik hou er heel erg van lekker naturel door het leven te gaan. Het liefst zonder make-up. Maar er was ooit een moment dat Stefan zei... Waarom maak je hem nooit meer mooi voor mij op? En toen dacht ik, wow, ik moet echt weer make-up gaan dragen. Ja, volgens mij heb ik nu wel een beetje alles verteld over de plannen van dit jaar. Plannen van komend jaar. Veel van jullie zeiden trouwens, ja, kan je niet in februari instromen bij die studie, maar dat kan niet. Dus ik moet echt even wachten tot volgend jaar, want ik was te laat, zoals misschien de meeste video weten. Dit was de video, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Doei!